anders. Goed, je zocht net al mensen al door het vervoer heen lopen om te kijken waar de hindernissen staan. Dat noemen we zo heet een inlooprondje om te kijken van nou zonder hond, van nou waar staan de hindernissen, hoe moet ik lopen, wat moet ik straks doen, waar moet ik mijn hond gaan wijzen, moet ik misschien wel stilstaan, moet ik gaan rennen, moet ik wat tegen hem zeggen, moet ik niet tegen hem zeggen. Dat zijn allemaal dingen die je als hinder moet weten. Met de Costa en Costa Tura. Costa heeft ook wedstrijden gelopen. Het maakt ook altijd heel veel geluid onderweg. Vind ik hartstikke leuk. Dit zijn de palen waar hij dus heen en weer swingend tussendoor moet. Dit is de moeilijkste. Je ziet het draak hoe de dag pinkt. Brein, dat betekent dat hij echt wel een fout krijgt in de tijd. Wordt er een verkeerd hindernis genomen, een verkeerd vervoer genomen, dan krijg je daar een disqualificatie. Dit is de zogenaamde wind. Dit is eigenlijk een beetje een flyer, dit valt nog wel mee. Maar hij moet eigenlijk wel ietsje meer controleren daar. En wat er dus hier gebeurde was dus duidelijk een disc, want hij maakte het vervoer niet zoals hij hem zou moeten lopen. En je ziet het, ook de baas moet hardlopen. Goed gedaan. Goed, dan krijgen we Daniel. Daniel met een labradoodle, kruising tussen een poedel en een labrador. Zij is speciaal gefokt voor de mensen die allergisch zijn, deze hond. Uitermate geschikt voor. Hele aardige hond ook. Daniel is pas begonnen.